Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij de feestelijke opening van het Leidse Zangfietspad. Dit Zangfietspad is een initiatief van twee grote Leidse verenigingen die beide dit jaar 100 jaar bestaan. We hebben de Oratoriumvereniging Ex Animo, opgericht op 22 april 1919. En wij hebben de wielervereniging Zwift, opgericht op 19 juli 1919. Oftewel, vandaag precies 100 jaar geleden. En dan vraag ik nu eerst aandacht voor Ex Animo onder leiding van Dini Berbé. Mag ik dan nu Martine Leeuwis uitnodigen om iets tegen ons, iets tot ons te zeggen? Hakken en zo'n bank, dat is niet een hele gelukkige combinatie. Maar, al zou u het misschien niet zeggen, het openen van uitgerekend zo'n prachtig initiatief als dit Zangfietspad is mij in iedere betekenis van het woord op het lijf geschreven. Ik geloof, wat was het, 75% van de mensen zingt stiekem op de fiets? Nou, dan hoeven ze het hier niet meer stiekem te doen, dan kunnen ze het hier gewoon officieel doen. Ik moet er wel bij zeggen, toen ik bij mij op het stadhuis vertelde dat ik een zangfietspad mocht openen, dat iedereen toen dacht van, is dat dan een fietspad wat zingt? Weet je, was dat niet zoiets? Komen er geluid uit en zo? Nou zijn wij erg van de innovatie en misschien dat dat ook nog een keertje gebeurt. Maar ik denk dat we het voorlopig gewoon lekker zelf mogen doen. En daar gaan we nu mee beginnen. Ik moet ze gewoon aan gaan hangen, geloof ik, hè? Eerst stukje die paaltje. Ja. Oké, dames, hier is dan allemaal het fotomoment. Ja, ik verklaar bij deze het Zangfietspad officieel voor geopend. We staan bij de Kanaalbrug en het Roomburgerpad bij het spoor. Want daar gebeurt iets bijzonders. Twee jubilerende verenigingen hebben elkaar hier gevonden. Ex Animo. En de wielervereniging Zwift bestaan allebei 100 jaar en hebben een zangfietspad bedacht en dat wordt nu geopend. Het is geen fietspad dat zingt, maar een fietspad waar je mag zingen. Nou, en zo komen het wielrennen en het zingen mooi samen van deze twee clubs. En zo meteen gaan ze van start uit volle borst het fietspad op met een duo fiets voorop van fietsmaatjes Leiden Leiderdorp. Met zangfietspad, yo. Van de vrolijkheid is dat iedereen die je geniet van de fiets, fiets, fiets. 100 jaar worden zo gevierd. Twee verenigingen fietsen hier. 100 jaar worden zo gevierd. Want die pad is een verjaarsdag.